Wikipedia bestaat nu 13 jaar. De KB en het NA bestaan ongeveer 200 jaar. En je merkt wel dat, zeg maar, dat ze... Ja, dat het voor hun best wel raar is om, zeg maar, opeens die digitale 21e eeuw binnen te treden. En ik vertel ze eigenlijk ook van hoe wij dat doen en dat ik daar een beetje uitleg hoe dat gaat. Ja, even om het jargon te verwijderen. De KB is de Koninklijke Juist. Bibliotheek. Ja. Echt het, de grootste bibliotheek met vooral heel veel archief en de belangrijkste Nederlandse geschiedenis. Het Nationaal Archief. Honderden kilometers aan boeken en honderden kilometers aan archiefmateriaal bij het Nationaal Archief. Ja, en het Nationaal Archief heeft die honderden kilometers. Jij zit daar als Wikipedian. Kun je voor mij eens uitleggen hoe een dag voor jou eruit ziet? Wat doe je dan? Jeetje, wat een goede vraag. Het is best wel... Dat ligt natuurlijk een beetje aan. Maar wat ik doe is... Ik geef vrij veel cursussen. Want ik heb nou iets van 6 of 7 cursussen gegeven. Maar waarover? Nou, hoe je Wikipedia moet bewerken. Maar waarom is dat belangrijk voor die mensen? Nou ja, kijk, weet je, van een bibliotheek en een archief hebben natuurlijk een functie dat ze, boeken, dat mensen daar boeken kunnen inzien. Maar nog veel belangrijker is een functie dat zij kennis verspreiden. En je kunt je voorstellen, bij de KB, die heeft natuurlijk een enorme hoeveelheid Nederlandse boeken. Het archief heeft een geweldige collectie aan allemaal archiefstukken. En behalve dat ze dat kunnen verspreiden aan de mensen die in het gebouw zijn, moeten ze dat ook verspreiden via internet, want dat is waar de meeste mensen te vinden. Ja. En het ding is dat als je kijkt bijvoorbeeld naar de bezoekerscijfers van de KB, die hebben dan dossiers, wat dan een soort van encyclopedieachtige artikelen zijn over allerlei onderwerpen. Maar er komen lang niet zoveel bezoekers op als op Wikipedia. Dus je kunt je afvragen, waarom zouden zij niet ook heel veel content en heel veel inhoud op Wikipedia zetten in plaats van op hun eigen website? Het idee is dus dat het een win-win zou kunnen zijn. Als zij artikelen publiceren op Wikipedia met veel meer bezoekers. 6e website ter wereld, hè? Even voor 5e zelfs. Ja. 5e inmiddels, wie het niet weet. En daar links natuurlijk inzetten terug naar hun eigen sites en archieven en noem maar op, dat voor hun natuurlijk ook heel veel traffic zou kunnen opleveren. Goed, het is dus altijd een beetje lastig, zeg maar, met externe links op Wikipedia, want dat zien mensen vaak dan als spam op Wikipedia. Dus waar het vooral om gaat, is meer de win-win situatie dat zij hun, zeg maar, aan hun missie voldoen. En hun missie is kennis verspreiden. Ja. Hey, het lijkt mij een prachtig spanningsveld, want voor het stukje waar ik musea van kennen. En ik heb ook in mijn tijd bij de VPRO wel met musea samengewerkt. Waar het ook bij een museum over gaat is, je hebt curatoren, mensen die deskundig zijn, die selecties maken, die tentoonstellingen verzorgen, gebaseerd op smaakvoorkeur en hun deskundigheid, zeg maar. En dan heb je Wikipedia, waar iedereen wat kan toevoegen. Misschien wordt het er weer afgehaald, maar misschien ook niet. Waar sommige onderwerpen heel goed verzorgd zijn, andere heel slecht verzorgd zijn. Ontzettend spanningsveld moet dat zijn in jouw dagelijkse werk nu. Nou, ja en nee. En wat ik eigenlijk merk van, door het klopt inderdaad wat je zegt, van het lijkt vanaf de buitenkant alsof Wikipedia een soort van chaos is en iedereen mag maar wat doen. Maar in de praktijk blijkt eigenlijk dat Wikipedianen best wel conservatief zijn en dat ze best wel veel gemeen hebben eigenlijk met die conservatoren die bij een bibliotheek of bij een archief werken. Of en dat ze best wel, best wel duidelijke regels hebben. Wat hoort er wel en wat hoort er niet op Wikipedia? En er is bijvoorbeeld vandaag in de kroeg, dat is zeg maar onze discussiepagina, dat is ook openbaar trouwens voor iedereen. Daar was een hele discussie over, moeten alle afleveringen van GTST of alle afleveringen van, weet ik veel, Star Trek, moeten die allemaal een eigen artikel hebben? Dus daar is ook heel veel discussie over. Dus het is niet dat alles maar mag op Wikipedia. En net zoals bij een bibliotheek, dat mensen daar ook nadenken over, die boeken horen in die sectie en dat wordt weer daar en dat wordt weer daar. Ja. Dus dan, ik denk dat er meer overeenkomsten zijn tussen die twee werelden dan dat je zou denken eigenlijk. Ja. Hey, kost het je moeite om ze te enthousiasmeren daar met de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief? Nee, omdat ik denk dat ze wel de KB'ers daarna hebben mij gevraagd om daar te komen werken, want ik word door hun betaald om daar te zitten. En ik denk dat ze wel een beetje over die stap heen zijn van, moeten we dat wel doen eigenlijk en is dat wel verstandig? Ik merk wel van... Is dat niet ook gewoon omdat de British Museum en het Paleis van Versailles en anderen dat ook zijn gaan doen en zij daarna dachten van, uiteraard zit daar een bepaald MeToo-effect in. Maar ik denk wel dat zowel de KB's daarna zijn allebei al heel vroeg begonnen met internet. De KB zat er al op sinds volgens mij een beetje rond de tijd van de VPRO, zeg maar 94-95. En voor mij hebben ze altijd wel een soort van inzicht gehad in dat je daarmee de boel kan verrijken. Wat je wel vaak ziet is dat er dan politieke spanningen in zoiets zit. Dat er ook altijd een grote groep mensen is die dat allemaal maar onzin vindt. En dat, merk je dat inderdaad?
dagelijkse praktijk? Nou, met andere woorden, ja. Moet je ook veel evangeliseren? Oh, absoluut, ja. In internetjargonnen? Ja. Nou, er zijn ook wel andere jargonnen waar dat een andere wereld waar dat een bekend woord is. Ik ben een soort van de messias van de vrije content. Ja, maar we komen ook als mensen, hebben we ook wel eens aan tafel, die noemen zich evangelist. Of, dat vind ik ook al een hele bijzondere baan, zeg maar. Ja, dan kan je ook een kaartje hebben. Ja, nee, goed. Ik ben absoluut een evangelist, zeg maar, wat betreft wat Wikipedia doet binnen de KB en het erna. En ik merk daar absoluut weerstand. Je ziet wel, er zitten mensen bij de KB die er al heel lang werken. En ja, niet iedereen daarvan heeft iets van, nou, wat een goed idee dat we alles op Wikipedia gaan zetten. Daar zit af en toe best wel wat wrijving tussen. En dan ga je bijna natuurlijk op een wat hoger abstractieniveau, bijna filosofisch level vragen. Zit die weerstand dan bij het idee dat, zeg maar, de wisdom of the crowd, wat eigenlijk het basisprincipe natuurlijk is van Wikipedia, dat zich niet verhoudt tot een wetenschappelijke benadering van zo'n instituut? Misschien. Ik denk ook dat het gewoon heel simpelweg is dat er een manier is waar ze gewend zijn hoe ze werken en dat dit een hele andere manier is. Maar wat ik zo probeer uit te leggen is dat eigenlijk het doel, het eindresultaat, min of meer hetzelfde is. Namelijk dat je gewoon kennis verspreidt en maakt. Ja. Hey, toen jij geïnteresseerd raakte in Wikipedia, wat was het waardoor jij geboeid raakte door dit fenomeen? Ik heb mijn allereerste edit heb ik gedaan in 2005 toen ik afstudeerde op de kunstacademie op het onderwerp Piet Mondriaan. En ik heb toen heel veel onderzoek gedaan naar Mondriaan en ik kwam uiteraard ook heel vaak Wikipedia tegen. En op een gegeven moment dacht ik, wat ik weet over Mondriaan staat nog niet in dat artikel, laat ik dat dus gaan toevoegen. Ja. En ik was natuurlijk student af en ik had geen werk, dus voor je weet zit je tot de diepe nacht allemaal lemma's zitten tikken en spelfouten te verbeteren. Ja. En wat maakte het de moeite waard voor je? Wat kreeg je ervoor terug? Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat, van je zei net inderdaad, we zijn de vijfde website ter wereld. Wij zijn ook de enige website in de top 100 zonder bijvoorbeeld trackers of cookies. En waar bijna niemand wordt betaald om te doen wat erop gebeurt. Dus er zit een extreem idealistische mentaliteit in van mensen die als enige doel hebben om heel veel kennis met elkaar te delen. En niet om geld te verdienen of een ander politiek doel, zeg maar. Het is echt gewoon, we willen graag een encyclopedie schrijven voor iedereen. Ja, en wat een encyclopedie heeft een. Ik heb eerder een keertje met jou contact gehad, want ik zei van we zouden die Nederlandse internetgeschiedenis moeten vastleggen. Nou, dat vond jij natuurlijk op zich ook een goed idee. Maar ik vind zelf namelijk, Wikipedia suggereert verregaande vormen van objectiviteit. Ik hou zelf eigenlijk ook wel van subjectiviteit. Mm-hmm. Want ik vind als je alles objectiveert, mis je eigenlijk een stuk van de discussie en de gesprekken. Als ik nu zou gaan schrijven voor jullie, zou gaan bijdragen, wat staat er, zeg maar, in de uitgangspunten van Wikipedia? Wat zijn de hoofdlijnen waar een artikel een bijdrage aan moet voldoen? Ja, het moet encyclopedisch zijn. Dat klinkt een beetje voor de hand liggend, maar je moet er dus voor zorgen dat het enigszins neutraal geschreven is. Jij mag niet schrijven van, sowieso is het niet verstandig om te schrijven over jezelf bijvoorbeeld, of over je over fast moving targets, want dan denken mensen al snel dat is reclame. Terwijl ik toch eigenlijk het beste weet hoe het in elkaar zit. Maar kun je er wel objectief over schrijven? Dat is toch een beetje de schijn tegen. Ja. En dat je ervoor zorgt dat wat jij schrijft, dat vrij van rechten is. Hè? Dus ook als je een plaatje toevoegt, dat een Creative Commons licentie heeft bijvoorbeeld. Ja, en dat het binnen de encyclopedie past. Ja, hey, want een heel interessant, ik heb er wel vaker over gelezen. Sommige mensen zeggen, zeker zo interessant aan Wikipedia. Natuurlijk is het interessant wat erin staat. En dat het de eerste plek is waar ik ook ga zoeken naar actuele informatie over wat dan ook. Maar tegelijkertijd is het heel interessant dat het zo heel open is. Dus dat je ook kan volgen welke discussies er spelen rondom begrip. Hè. Een klassieker is dan natuurlijk terrorist en vrijheidsstrijden bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Maar dat juist de discussies zo interessant zijn tussen de mensen die bijdragen leveren. Ja. Waarom doen jullie het openbaar? Nou ja, omdat dat de enige manier is waarop het voor iedereen zichtbaar is. Ik bedoel, we zijn een open encyclopedie en alles wat wij doen is publiek inclusief. Inderdaad, als mensen elkaar voor rotte vis het maken omdat ze een bepaalde manier van schrijven hebben. Van, je hebt in elke taaldictie bijvoorbeeld, zie je weer dat de stad Gdansk, in Polen, moet dat nou als Gdansk of als Danzig worden geschreven? In Nederland heb je ook allerlei dat soort discussies. Ik bedoel, het zijn heel vaak taaldingen, weet je wel. Van, moet je inderdaad in het Fries schrijf je iets heidenskip of schrijf je het heidenschip?
zijn ook eindeloze discussies over gevoerd en wiki wars, zoals we dat noemen. En hoe gaat dat er in de besluitvorming? Wiki wars. Ja, dat is echt een ja. Maar hoe gaat dat dan in de besluitvorming? Je kan discussies hebben, maar meestal is bij discussie dat er iemand een knoop doorhakt. En hoe gaat dat bij Wikipedia? Ja, nou goed, we hebben dan het consensusmodel, wat meestal betekent dat op een gegeven moment dan zijn mensen zo'n muur gepraat dat er dan uiteindelijk maar een beslissing wordt genomen en dan 6 maanden later beginnen het overnieuw. Dat is een beetje mijn ervaring met de meeste controversiële onderwerpen van Wikipedia, dat het elke 6 maanden weer terugkomt van ja, maar moeten we toch niet toch die andere spellingswijze doen. Hoeveel mensen zijn er in Nederland actief op Wikipedia? Er zijn ongeveer 1500 mensen die elke maand 5 bewerkingen doen of meer. En in de hele wereld zijn dat ongeveer 80.000. Dus het is eigenlijk niet zo'n hele grote groep. Nee. Een vrij klein groepje. En neemt die groep toe? Neemt die groep af? Nou, die groep neemt eigenlijk al jarenlang, schommelt die een beetje rond die 1500. Dus wel, we hebben wel gezien dat in het jaar 2007 dat daar een enorme piek opeens was. Omdat het toen doorbrak of iets dergelijks. En daarna is het een beetje afgenomen. En nou schommelt het eigenlijk al jaren rond die 1500 in Nederland. En 1500 is heel erg veel als je zegt van we zijn een encyclopedie aan het maken. Tegelijkertijd is het teleurstellend. Vind ik, als in een open omgeving waar iedereen eigenlijk van profiteert. Ja. We geven met z'n allen weinig terug aan waar we van profiteren. Ja, nou goed, daarom zit ik bij de KB en bij de naam ook mensen data leren dat ze ook kunnen bijdragen. Maar ik denk ook wel eens, door Wikipedia is geen Facebook of geen Twitter. Van niet iedereen, als jij het is ook niet leuk voor iedereen. Het is ook best wel ingewikkeld. Ik bedoel, niet iedereen heeft daar zin in, denk ik, om een encyclopedisch artikel te schrijven. Dat snap ik heel goed. Heb jij wel eens bijgedragen? Jawel. Ja? Ja. Het valt me op dat jij trouwens helemaal geen entry hebt. Nee, dat wou ik net zeggen. Dat is dat gevoelige onderwerp. Dat ga ik je nu even vertellen. Maar zelfs ik heb een entry. Ja, Erwin Blom in. Ja, maar die heb ik gemaakt. Als jij nou niet van mij maakt. Je haalt me er buiten. Nee, het is als volgt. Geen als volgt. Op een gegeven moment kwam mijn dochter naar beneden. Papa, je staat op Wikipedia. In de entry over Twitter stond zoiets van... Erwin Blom heeft Twitter naar Nederland gebracht. Dat is natuurlijk niet waar, maar het was wel een mooie entry. Yeah, later komt ze naar beneden. Oh. Papa, je bent eruit gehaald. Daar is ik heb ooit erin gestaan. Maar ik ben weer bruut verwijderd. Ja, dus, ik was ook verbaasd dat ik opeens een entry had. En hij is niet volledig en dat klopt niet. Maar ik moet daar niks aan gaan wijzigen, want dan is het niet... Nee, dan is het niet goed. Dus is helaas. Nou ja, ik moet maar hopen op de wisdom of the crowd. Mijn heeft dat een keer geprobeerd te editen. Maar dat werd ook niet... Niet goedgekeurd. Nee. Hey, als jij... Je moet verdedigen, want dat zul je ongetwijfeld vaak moeten doen. Dat mensen zeggen, er staat heel veel onzin ook in een Wikipedia. Ja. Wat zeg jij dan? Ja, goed. Ik heb inderdaad wel eens bijvoorbeeld leraren die zeggen van... ja, mijn leerlingen schrijven alles over van Wikipedia. Dan zeg ik, als ze de hele winkelprint zouden overschrijven... zouden we het ook niet goed vinden. Dus Wikipedia is een encyclopedie. Dat is we zijn niet het begin en het einde van alle kennis ter wereld. Als mensen een hele scriptie baseren alleen maar op Wikipedia, dan is dat vast geen goede scriptie. Maar als ze Wikipedia gebruiken als een startbron en de bronnen die erin staan vermeld gebruiken voor hun scriptie of een paper of weet ik veel. Ja, dan kan ik daar niet zoveel tegen hebben. Ja. Nee, ik vind het juist fascinerend. Dat juist op die momenten waarop er iets actueels gebeurt. Natuurlijk, er is geen andere plek ter wereld waar zoveel informatie zo geactualiseerd in staat. Iemand die overlijdt of iemand die... Wat ik echt bijzonder vind, is de zoekmachine-optimalisatie die jullie... voor elkaar hebben gekregen. Ja, dat doen we er zelf helemaal niks voor. Dat is heel grappig. Er is natuurlijk door de mensen die het op hebben gezet heel goed over nagedacht. Oh, absoluut niet. Nee, dat geloof ik helemaal niks van. Dat is voor mij niet zo, hoor. Doel van Wikipedia is eigenlijk... Je kunt geen onderwerp intikken of jullie lemma staat bij de eerste drie. Ja, maar dat is echt... Ik bedoel, Wikipedia is echt bijna een soort van uit de hand gelopen experiment. Van toen Jimmy Wales dat oprichtte, had hij niet het idee van... ik ga eens een search engine optimization website beginnen. Ja, maar in de loop van de tijd... Ja, maar ook niet. Wij doen helemaal niks aan dat soort dingen. Ik had laatst een hele discussie met mijn dochter over. Want het is heel leuk hoe dat werkt. Ja. Want die zoeken alles, die googelen alles. En voor hun is het zo, omdat Wikipedia staat altijd wat je ook intikt bij de eerste drie zoekresultaten. Ja. Die zegt, en dan zegt dat wat je nu zegt, dat klopt niet helemaal. Dan zegt, ja, maar het staat op Wikipedia. Weet je wel, dat is toch in die generatie. Dat vind ik wel toch heel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja, dat is het ook. Maar ik denk dat wij vooral zo hoog zijn omdat heel veel mensen naar ons linken. Natuurlijk, als jij wil linken over een willekeurig onderwerp, dan is Wikipedia vaak de belangrijkste hit. En daarom zijn we zo hoog in Google. Ja. En wat vind jij er nu nog steeds leuk aan? Want je bent in 2005 las ik ergens, dat je
Ja. Ik zit al heel lang bij Wikipedia. Dat is ook wel raar. Maar, wat blijft er leuk aan? Nou ja, wat ik net ook al zei. Van, ik vind het nog steeds fascinerend om te zien dat mensen zich eigenlijk voor niks inzetten met een soort van ideeel doel. Ik vind dat heel fascinerend. Eigenlijk is het heel ouderwets, weet je wel. Eigenlijk is Wikipedia best wel een soort van buildingsgedachte van dat je de wereld slimmer maakt. En dat doen we nog steeds eigenlijk. En eigenlijk zijn we daar best wel een soort van ouderwets in. Van dat was in het begin van het internet was dat heel... Was dat iedereen zoiets had van, het internet dat gaat iedereen vrijmaken. En nou zit iedereen op Facebook en achter walled gardens. En wij zijn nog een beetje het laatste grote project waarin mensen echt nog... datzelfde idee nog een beetje hebben volgens mij. Dat het echt gaat om dat je met z'n allen een betere, slimmere wereld wil maken. En daarom vind ik nog steeds een heel interessant project. Ja, nu heb jij als Wikipedian werk gevonden. En ben je Wikipedian in residence geworden. Dus je hebt eigenlijk van je... een soort hobby, passie, hoe je het ook wil noemen, nu je beroep gemaakt. Ja, tijdelijk. Hè? Bedoel, het is maar tot juli. Oké, dus, maar is dit de droom van heel veel Wikipedia's? Nou, dat weet ik niet. Ik denk eerlijk gezegd dat de meeste Wikipedia's heel blij zijn dat ze gewoon als hobby in hun vrije tijd elke avond een uurtje lemma's tikken over insecten of spelfouten oplossen of vandalisme bestrijden. Van mij streeft niet iedereen ernaar om de hele dag... Cursussen te geven. Volgens mij niet. Nee, was het voor jou een droom of is het je overkomen? En... Nee, nou goed, ik deed je hiervoor? Wat wil je hier aan doen? Ik heb 4 jaar bij de VPRO gewerkt als webontwikkelaar. En ik ben daar van de zomer weggegaan zonder eigenlijk enig idee wat ik daarna zou gaan doen. Dit kwam toevallig op een pad. Ik dacht, ik had alles proberen en kijken of ik het leuk vind. Is het leuk? Ja, het is heel leuk. Ja, zeker. Het is heel raar, want ik moet zeggen van bij de VPO was ik echt gewoon webontwikkelaar. En nu ben ik opeens meer een soort van projectleider of zo. Of moet ik opeens allemaal dingen organiseren? Dat is heel raar, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Maar het is ook wel weer leuk, want je leert wel weer heel veel dingen. Hey, welke... wat mist... hoe kunnen... Je bent nu bij een instelling en die hebben inderdaad net wat je zegt. Die hebben natuurlijk ook als doel om de kennis... te verspreiden. Hoe kunnen we met z'n allen, behalve elke avond gaan zitten tikken, hoe kunnen bedrijven en organisaties de Wikipedia beter maken? Nou, ik denk dat heel veel bedrijven en instellingen niet zo goed weten wat ze misschien wel aan data hebben, wat ze vrij kunnen geven. Hè? Van, kijk, bijvoorbeeld het Nationaal Archief heeft een geweldige set van 150.000 foto's van Anevo, een voormalig Nederlands fotopersbureau. Die hebben ze allemaal vrijgegeven onder een Creative Commons licentie. Met het idee van, misschien dat mensen daar wat mee gaan doen. We waren van om het allemaal online te gaan zetten. Maar we hebben dus ontdekt dat er een of andere Russische Wikipediaan is. Die is gewoon van die Nederlandstalige website, hè, en ook gedeeltelijk in het Engels, is die gewoon foto's aan het aftrekken van Johan Cruijff, van allemaal spotters uit de jaren 70. Die schrijft daar artikelen over en die pakt daar zo'n foto bij. En daar hebben we dus niks voor gedaan. Dat is gewoon zomaar gebeurd of zo. Dus ik denk dat er heel veel, veel mensen die bijvoorbeeld mooie foto's hebben, of mensen die interessante datasets hebben, of mensen die goede tekst hebben die encyclopedisch zijn, als je die vrij kunnen wij het gebruiken. Ja, en mijn beeld van Wikipedia is heel erg de tekstgebaseerde site. Wat doen jullie ook om video? We hebben op dit moment op Wikimedia Commons, dat is de centrale mediadatabank, hebben we meer dan 20 miljoen mediabestanden. Dat zijn vooral plaatjes, maar ook wel video en audio steeds meer. Maar waarom is dat een gescheiden ding? Dat is geen gescheiden ding. Het is meer van dat je wil niet... we hebben 276 talen. Je wil niet zo vaak een foto van een minister of zo online zetten. Dat wil je 1 keer doen. En dan op al die sites included. Dus dat is Wikimedia Commons. Ja. Maar goed, dus het maakt jullie niet uit. Het gaat, je bent Wikipedia, maar daarboven staat eigenlijk... we willen die kennis vrijmaken, beschikbaar maken, et cetera. Hoe ver gaat dat? Zouden jullie niet ook lesmateriaal? We hebben lesmateriaal bedoeld. Dat is wat ik nou onder andere aan het schrijven ben... voor wat ik bij de KBNTNA doe. Ja. Er zijn heel veel initiatieven. Hè. Je hebt ook bijvoorbeeld in Afrika wordt er door de Wikimedia Foundation die overleggen met allemaal telecomproviders dat mensen die daar een smartphone hebben gratis Wikipedia mogen bekijken. En dat niet van de datalimiet afgaat die vaak vrij duur is. Dus denk een soort van, noem je dat? Ja, een goed doel eigenlijk. Ja. Wat is de grootste uitdaging voor Wikipedia? In het algemeen bedoel je? Ja, gewoon voor jullie, betrek het even tot Nederland. Nou ja, ik denk we hebben eigenlijk al sinds dat ik bij Wikipedia zit, hebben wij 2 problemen, denk ik, die heel lastig op te lossen zijn. Het ene daarvan is dat de user interface,
dat ouderwets is. Dat Wikipedia bewerken is niet zo heel makkelijk. Zeker op mobiel is dat helemaal niet makkelijk. Daar werken we aan. Dat gaat ook wel de goede kant op, vind ik, de laatste paar jaar. Het andere is dat dat je merkt dat het voor mensen heel moeilijk is om te starten. Niet alleen vanwege die techniek, maar ook omdat er af en toe best wel een soort van sfeer is van jij bent hier nieuw, je hoort hier nog niet of zo. Want je de drempel is hoog om mee te doen. De drempel is best wel hoog om mee te doen. En ik denk dat we dat ook wat lager kunnen krijgen. En je ziet ook van wat ik net al even vertelde, van dat 6% van de Nederlandstalige Wikipedia-bewerkers is vrouw. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Dat moet gewoon, mag wel wat meer zijn, zeg maar. En je ziet ook bijvoorbeeld dat minderheden of, globaal zeg maar, zie je dat bijvoorbeeld de derde wereldlanden veel minder bijdragen dan de westerse landen. Dus ook daarvan willen echt een wereldencyclopedie zijn. Niet alleen maar een, zeg maar, jong, blank, hoog opgeleid, 30-jarige mannelijke encyclopedie met alleen maar artikelen over Star Trek en Pokémon. We willen ook graag artikelen over de jurk van Kate Middleton hebben. Wat doen jullie daaraan? Want je ziet inderdaad, ik zat te kijken vandaag en dan zie je zeg maar, projecten die aan de gang zijn, hè, rondom allerlei thema's. Hoe worden die thema's bepaald en waarom is dat nodig om dat te coördineren? Nou ja, goed, dat is. Ik bedoel, heel veel dingen gebeuren ook zomaar, hè, vanzelf. Van mensen zeggen gewoon van, ik ken bijvoorbeeld een heel actieve Wikipediaan, een vrouw uit Haarlem, die heel actief bezig is met voornamelijk vrouwen in de kunst. Dat is zeg maar haar onderwerp. Ze heeft dan lijsten gemaakt met allemaal vrouwen in de kunst, 17e, 18e, 19e eeuw. En die schrijft artikelen over. Maar die heeft dus laatst met een andere Wikipedian in residence, hebben ze samen een edit-aton, zoals we dat noemen dan, georganiseerd. Waarin ze bij de Alpen in Amsterdam een hele middag heeft georganiseerd, waarin mensen artikelen konden schrijven over vrouwelijke kunstenaars. Dus bedoel, vaak ontstaan dat soort dingen gewoon vanuit een hele soort van organische manier. Van mensen bedenken, dat lijkt me leuk, dat ga ik doen. Op een gegeven moment dan merken ze, dat kan misschien wat groter. Is er dan, en dat is altijd een beetje mijn probleem ermee, is er dan toch nog een iemand of een club mensen die de witte vlekken identificeren? Ja, natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld, dus hoe mensen, werkt dat dan? Want het valt mij toch wel vaak op dat er... soms kom je echt kwalitatief heel hoogwaardige lemma's en dingen tegen. En andere dingen zijn echt gewoon slecht. Nou ja, goed, dat heeft er dus mee te maken, wat ik net al zei, met die verdeling van de bewerkers. Ja, weet je, ik bedoel, elke Linux-distributie heeft een eigen artikel op Wikipedia. Maar inderdaad, de juf van Kate Middleton, dat mag dan niet of zo. Want dat is dan, ik weet niet, niet encyclopedisch. Wat gewoon flauwekul is natuurlijk. Ja. Je wil een globale encyclopedie zijn. Dus het is, het ligt ook een beetje aan. Van, je wil gewoon ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. En soms moet je daar ietsje meer aandacht besteden aan bepaalde doelgroepen dan dat je aan andere doelgroepen je tijd besteedt. En hoe werkt dat dan binnen die community? Wie bepaalt dat dan? Ja, dat is de grap. Niemand bepaalt dat. Mensen pakken dat op en doen dat. Daar is verder niet heel veel. Het is niet alsof wij een soort van masterplan hebben van we gaan nou dit doen of zo. En wie signaleert dan de witte vlekken? Dat kan iedereen zijn. Natuurlijk, er zijn uiteraard wel binnen de Wikimedia Vereniging in Nederland. Ja. Dit bijvoorbeeld een onderwerp is de Tweede Wereldoorlog, willen ze dit jaar graag gaan behandelen. Ja. Vanuit de Wikimedia Foundation zie je, wat ik net zei, de derde wereldlanden bijvoorbeeld is een onderwerp. Maar heel veel onderwerpen komen gewoon vanuit de gemeenschap. Iemand die denkt, ik vind dat er te weinig, weet ik veel, katachtige staan op Wikipedia. Ik ga een project katachtige bedenken en ik ga er artikel over schrijven. Ja. Eens in de zoveel tijd krijgen we weer in beeld een persoonlijke oproep van we kunnen alleen maar bestaan bij de gratie van donaties, giften, et cetera. Wat merk je daarvan over tijd? Lukt het jullie, lukt het Wikipedia, zeg maar, om dat vast te houden? Ik kan me zo voorstellen dat het makkelijker soms is in het begin of in een aanloopfase om iedereen enthousiast te krijgen, maar dat het moeilijk is om dat over lange termijn donatiemodel overeind te houden. Nou, voor zover ik weet hebben we dat de afgelopen jaren daar geen last van. Dat bedrag blijft gewoon heel stabiel en dat wordt zelfs meer. Okay. Dus, maar ik denk ook wel van heel veel mensen, van als je ze vertelt van hoe Wikipedia wordt geschreven, dan vinden mensen dat vaak zo sympathiek dat ze denken, daar wil ik best wel 5 of 10 of 20 euro of zo voor uitgeven. En je ziet ook van, wij worden bijna helemaal betaald door donaties. En dat zijn voornamelijk gewoon mensen die een klein bedrag overmaken. Dat zijn geen grote organisaties die ons levend houden. Het is gewoon eigenlijk echt een volksencyclopedie, dat willen we graag blijven. Ja. Hey, en wie worden er dan wel betaald? Of wat wordt er dan wel betaald? Want op zich het bedrag dat nodig is om Wikipedia wereldwijd overeind te houden, is best nog groot. Nou, het valt wel mee. We hebben geloof ik de complete organisatie, dan heb ik het over alles. Dat is, heeft een jaaromzet van rond de 37 miljoen euro. Nou ja, goed, als je dat vergelijkt met Facebook of Google is het natuurlijk peanuts. Maar ja, dat klopt. Het is dus best een bedrag, zeg maar. Ja. Maar goed, dat krijgen we elk jaar wel weer binnen met allemaal donaties. Dus is dat alleen techniek? Want als ik je voor de rest hoor, dan denk ik van alles regelt zichzelf. Hè? Dus als de techniek en de editors en alles geregeld zijn, that's it. Ja. Hoe ziet de organisatie eruit voor
als het gaat over nou, dit bedrag, zeg maar. Wat doen jullie daarvoor? Nou goed, hè, er is een foundation in Amerika, daar werken ongeveer 200 mensen. Een groot deel daarvan is uiteraard techniek. Want hè, je wil bijvoorbeeld hè, zo'n editor ontwikkelen die beter in het gebruik is. Daar heb je ook mensen voor nodig ja. die daarvoor werken. Maar ook daar zijn we heel veel vrijwilligers die daaraan bijdragen. Goed, in Nederland zijn er 5 voor het grootste deel part-time betaald medewerkers die in Utrecht zitten. Ja goed, en die doen ook eigenlijk voornamelijk de dingen die je als normale bewerker meestal niet doet. De telefoon opnemen als er een keer iemand belt van de pers. Of ervoor zorgen dat, dat die vrijwilligers die iets willen organiseren, daar ook bij geholpen kunnen worden. Alle dingen die voor de continuïteit van de organisatie helpen, zeg maar. Dus je hebt niet de beste schrijver, gaat nooit betaald worden. Nee, denk ik niet. Nee, en dan krijg je een scheve relatie. Ja, ik dacht net aan de discussie die we hadden, dat de meeste mensen in Google nog altijd intikken Google om iets te kunnen googlen. Heb ik in Wikipedia maar eens ingetikt. En viel me eigenlijk toch op dat er zijn wel weer heel veel spin-offs. Hè? Ja. Terwijl je eigenlijk al best moeite hebt om de kwaliteit van gewoon je encyclopedie, je belangrijkste uithangbord op niveau te houden. Ik noem er een paar. Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikispecies, Wikinews, Wikiversity, Wikivoyage, Media Commons, Wikidata, MediaWiki, MetaWiki, Wikimedia Incubator, Wikimedia Labs. Nou, kan er waarschijnlijk nog wel even doorgaan. Mm-hmm. Waarom is dat? En helpt dat dan om focus te houden op jullie belangrijkste uithangbord? Nou ja, goed, dat is een discussie die binnen de gemeenschap wel wordt gevoerd. Van, je ziet inderdaad van dat het aantal mensen wat bijvoorbeeld Wiktionary bewerkt, is beduidend minder dan het aantal mensen wat Wikipedia bewerkt. Maar ook daar, ja goed, daar ook weer zijn mensen die dat heel erg interessant vinden. Van natuurlijk, van ja, er zijn mensen die vinden het leuker om artikelen te schrijven over woorden dan dat ze een artikel schrijven over dingen. En ja. Ik denk ook wel van inderdaad een paar plekken daarvan door Wikimedia Commons, dat is ook een heel groot project eigenlijk. Ja. Wikidata is heel recent en wordt een heel groot project. Wat is dat? Wikidata is eigenlijk een soort van centrale databank. Dus je kunt zeggen van stel dat je een feit hebt. Hè, je hebt bijvoorbeeld, weet ik veel, Rembrandt is geboren in een bepaald jaar. Dan wil je dat graag vastleggen en op alle Wikipedia's, hè, al die 270 taaldiensten, allemaal kunnen gebruiken. En daar is Wikidata eigenlijk voor. Ja, is dat meer een manier om het bewerken makkelijker te maken. Ja, dat, maar dus ook... Dat je bepaalde centrale databases hebt waar iedereen op terug kan vallen vanuit alle talen. Maar ook daar merk je weer van, hè, dat is ook een beetje Wikimedia Commons is begonnen. Het was ooit een handig trucje of zo, van één keer een plaatje van Shakespeare op alle taaldities. Ja. Maar je ziet dat langzaam echt een op zichzelf staand ding is geworden, dat eigenlijk iedereen daaraan kan bijdragen. En dat het ook echt gewoon een interessant ding is geworden met allemaal soort van virtuele tentoonstellingen bijna van allerlei onderwerpen. Ja. Hey, als ik aan jou vraag, wat heb jij geleerd van Wikipedia als het gaat om mensen activeren en ze actief te houden? Wat zijn, noem maar 2 of 3 dingen waar andere mensen iets aan kunnen hebben, of nu intern bij een bedrijf is om kennis te delen, hè, of misschien een gemeente die zijn bevolking wil activeren. Jullie zijn daar heel goed in gebleken. Wat heb je geleerd? Nou ja, voor mij dat je niet zo bang moet zijn om mensen gewoon de dingen te laten, hè, dat je mensen best wel verantwoordelijkheid kan geven. Van kijk, de meeste artikelen op Wikipedia kunnen door iedereen bewerkt worden, ook als je geen account hebt. En dan zeggen mensen altijd van, maar dan kan iedereen allemaal flauwekul toevoegen. Nou ja, als je dat inzichtelijk maakt dat gebeurd is, dan wordt het wel weer teruggedraaid. Dus ik denk, volgens voor mij, hè, we hebben ook wel regels en zo, maar heel veel regels, die zijn er ook niet. Of die worden alleen maar toegepast als het echt nodig is. Dus ik denk, voor mij moet je gewoon ervoor zorgen dat de meeste mensen gebruiken echt wel hun eigen gezonde verstand als ze dingen doen, in plaats van dat ze daarvoor allemaal regels en allemaal andere dingen nodig hebben. Ja, mijn dochter had een keer ik heb wel een entry, jij niet, ja, sorry. Het is ook nog lieve vader erbij getypt. Die had bij de foto de titel veranderd, de liefste papa had ze eronder getypt. Maar die werd er wel afgehaald. Ja, dat is niet echt een feit. Dan. Dat is namelijk geen feit. Want daar zijn er meer van. Citation needed, zeggen we dan. Dat is heel dat snap ik. Nou, bij deze belangrijke les laten we het nog. Tenzij nog even iets, jij nog iets wil vertellen over het, zeg maar, de reden waarom je hier bent. Hè? Dat, de Wikipedia in Residence. Jij maakt het nu een aantal maanden mee. Je mag nog een paar maanden door. En houdt het er voor jou weer op. Is dit een belangrijke, goede richting voor Wikipedia om te groeien in combinatie met name in dit geval overheidspartijen die... Ja, ik denk dat het echt een win-win situatie is. Van in het beste geval zorg je ervoor dat zowel de instellingen, zeg maar, iets meer snap van Wikipedia en wij iets meer van de gemiddelde erfgoedinstelling, zal ik maar zeggen. Ja. Ja.
Oké. Fantastisch. Super. En wil, wil jij mijn entry aanmaken? Als ik ga vanavond. Heel goed. Moet je een tekstje mailen? Ja, dat is goed. Hè? Wil ik jouw tekstje? Een objectief tekstje natuurlijk. Ja. Dankjewel voor het kijken. Kijk je live. We gaan zo direct hier verder. En praten we verder over Utterly. Ja. Nee? Utterly? Nee. Nee. Currently. Utterly voor kijken. Ook, bestaat die ook of niet? Utter.ly? Nee? Dat zou ik toch doen. Utterly. Currently. Ja, een tool die ik al dagen gebruik. Maar goed, daar ga ik straks verder over vertellen. Kijk je niet live, dan weet je dat je ons grote archief kunt raadplegen. Wij blijven hier zitten praten hierdoor. En dat doe ik niet zonder te bedanken StreamZilla, die deze stream ook deze dinsdag weer mogelijk maakte. Dankjewel. Dag.